We zijn vandaag bij het jaarlijkse congres van het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek. Vandaag hebben we een sessie georganiseerd samen met Gezondheidsfondsen en ZonMW, waarin 9 tabaksonderzoeksprojecten zich presenteren. Deze onderzoeken gaan over effectimplementatie en beleid. Tijdens de meetup houden 9 onderzoeksprojecten een pitch en gaan we met de deelnemers discussiëren over dilemma's waar projecten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld, hoe vertaal je onderzoek in beleid en hoe ga je om met mogelijke negatieve resultaten uit je studie? De 9 tabaksprojecten zijn voortgekomen uit de nationale onderzoeksagenda tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij. Deze is voortgekomen uit de samenwerking tussen onderzoekers, gezondheidsfondsen en ZonMW. Om een rookvrije generatie te bereiken is het belangrijk dat steeds meer omgevingen rookvrij worden. En naast scholen, waar wetgeving gaat gelden voor de pleinen, kunnen sportclubs een belangrijke bijdrage leveren aan dat niet roken meer de norm wordt. 550 sportclubs hebben inmiddels al een rookvrij beleid. Alleen de vraag is, wat doet zo'n beleid nou met de jongeren zelf? En hoe verloopt nou zo'n invoering van zo'n beleid? De Hartstichting heeft een stappenplan ontwikkeld. Met subsidie van ZonMW doen wij hier onderzoek naar, waarbij we 8 clubs zonder rookvrij beleid vergelijken met 8 clubs die een rookvrij beleid hebben. En in een tweede grote studie volgen we 15 clubs over de tijd heen om te kijken van hoe ze dat beleid invoeren. Het onderzoek gaat over reacties van de tabaksindustrie op geplande tabaksontmoedigingsmaatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord. En we onderzoeken zowel de argumenten en de strategieën van de tabaksindustrie als hoe de overheid en Nederlandse gezondheidsfondsen daarop kunnen reageren. We gebruiken zowel wetenschappelijke als onderzoeksjournalistiek voor ons onderzoek. En daarmee brengen we dus in kaart wat strategieën en tactieken van de tabaksindustrie zijn. En dat doen we met literatuuronderzoek en interviews, maar ook analyse van mediaberichtgeving. Door de reacties te onderzoeken kunnen we gezondheidsfondsen en beleidsmakers helpen om hun strategie te bepalen. En we zorgen ook voor media-aandacht wat kan helpen bij het krijgen van een rookvrije generatie.